Nee. Ik zeg, wie is dit dan? Je bent er niet bij, hè, schat, vanavond. Nee. Dit is de zoon van de pianist. Dit is het muzikale cadeau, dames en heren. Zo. Giancarlo, hè, is de naam toch? Ja. Klopt, hè, ongeveer, hè? Ja, dat zou ik kreeg namelijk iets heel anders door. Jan Jansen, denk ik, nou, dat zal wel niet. Want jullie gaan drie nummers spelen. Florida Luna, Gorizo. Zit je vast? Is dat vast met je ketting? Ik zag het even in je ma- Oh, sorry, lieverd. Ja. Gorizo, dat is geen worst, maar nummer. En jullie beginnen met Haribo, hè? Dat is geen snoep. Haribo. Haribo, ja, nee, maar dat je niet denkt dat snoep is. Haribo. Dat is zeker geen snoep. Nee, ja, dat is wel een snoep, maar zo schrijven we het gewoon. Het is met een lange ei. En niet met een i. Nee, voor een hele rare avond zo. En jij bent het cadeautje. Ja, ik ga wel weer bij die meiden zitten. Ik struikel ook elke keer. En nergens water. Thank you.
Oké, en de laatste die wij gaan doen is van Santana, Flor de Luna. Die zullen jullie vast wel kennen. Van ja, Santana, man op gitaar. En ik doe dus nu op trompet. Want waarom niet? Ja! Ja, zo'n gitaar! Ik zie dat. Geniet ervan. Zeg. Van wie is het nummer ook alweer? Paul Santana! Carlos Santana. Niet Sultana, hè? Niet de crackers. Ja, dat kan ook wel, Jan. Het is toch leuk, hè, met je zoon zo? Ja, mijn moeder zou dat ook kunnen, maar mijn moeder speelt blokfluit. Laten we dat nou niet doen. Maar ik zoek nog een band voor het Wintervariété dit jaar. Maar we gaan even... Ik zag jou ook zo ineens met dat voetje zo. Na anderhalf uur van die zielige liedjes te spelen.
Maar dat maakt niet uit, want muziek kent vele emoties. En van heel veel blijdschap gaan we nu naar een paar woorden.